Klinisch verloskundigen Astrid Schelvis en Tamara ten Brinke van het ZGT organiseren dinsdagavond een benefietdiner in Eetkamer op de Proef van Nico Rikhoff. De opbrengst gaat naar Stichting Make a Memory. We hebben vanavond een diner voor een goed doel. Astrid en ik gaan samen de Mont Ventoux beklimmen voor Stichting Make a Memory. En hebben we vanavond een diner voor. Nee, de diner, de opbrengst gaat naar de Stichting Make a Memory. En Make a Memory is een stichting die foto's maakt van overleden of ernstig zieke kindjes. En Astrid en ik zijn allebei klinisch verloskundigen. Dus helaas komen wij af en toe in aanraking met overleden kindjes. En dan bellen we Stichting Make a Memory en die maken dan foto's en dat kost de ouders niks. En voor die stichting gaan wij dus de berg op en dan moeten we sponsorgeld meenemen. En daar is de bedoeling dat de opbrengst van het diner gaat naar die stichting. Nou, Make a Memory is een stichting die me letterlijk aan het hart gaat. In de zin van, ze doen goed werk voor ouders waar een kind vroegtijdig komt te overlijden. Eigenlijk kinderen horen niet te overlijden. Daar voel ik mij betrokken bij. En vanuit het idee, wat kun je nog voor ouders doen? Probeer ik nog beelden te leveren die een dierbare herinnering opleveren. Zodat het kind toch nog een plekje krijgt in de wereld waar het kortstondig is geweest. Eigenlijk zeg ik altijd heel vaak van, wat ik kom doen is, ik probeer de liefde tussen jullie en je kind nog een keer te vangen. En vanuit dat principe vallen de emoties natuurlijk op zijn plek, maar die mogen er zijn en moeten er zelf zijn op dat moment. En gaandeweg ontstaan de beelden. Ik kom in de meest intieme momenten van mensen terecht. Ja. En dat probeer ik dan op die manier toch nog een bijdrage te leveren. En wel zo onopvallend mogelijk. Gaat u naar het huis van de kindertjes toe? Dat hangt er vanaf wat de ouders willen. Het protocol loopt altijd via het ziekenhuis. En dat betekent dat het ziekenhuis aanbiedt dat er mogelijkheid tot fotografie is. En meestal is dan de opnames die zijn in het ziekenhuis. Make a Memory is een landelijke stichting. Gestart ongeveer, volgend jaar bestaan we 10 jaar.